Oude wijken in Nederland als dreigende broedplaats voor fundamentalisten. Een totale stop op het verder toelaten van vluchtelingen. Het staat allemaal in het boek Tegen de islamisering van onze cultuur, geschreven door de voormalig hoogleraar Pim Fortuyn. Voor de een is hij een ziener en voor de ander een querulant. Immigranten, die moet je spreiden, die moeten zich aanpassen, schrijft hij. Zijn boek is al hevig omstreden nog voor het in de winkel ligt. Die Fortuyn? Die speelt extreem rechts in de kaart, zegt men. Herman van Gelderen zocht de man op die geen blad voor de mond wenste te nemen. De boodschap is tweeërlei. In de eerste plaats dat Nederlanders zich bewust moeten worden van hun eigen identiteit, van hun eigen kernnormen en waarden. Hij heeft dat boekje soort van, als ik het oneerbiedig zeg, soort van gepoept, denk ik. Zonder veel na te denken. De tweede boodschap is dat mensen van buitenlandse herkomst, en met name vanuit islamitisch-agrarische cultuurgebieden, razendsnel moeten worden geïntegreerd in de Nederlandse samenleving. Het is een beetje allemaal opgeblazen en overdreven. En ik denk dat dat allemaal is om zijn boek te verkopen. Pim Fortuyn, ex-hoogleraar aan de universiteiten van Groningen en Rotterdam. Tegenwoordig schrijver en columnist. Verguisd en bewonderd. Zijn nieuwste boek gaat over migranten, de problemen in de oude stadswijken en het gevaar van een daar levende onderklasse. Deze onderklasse is een verzameling van mensen van zeer uiteenlopende herkomst en een vat vol frustraties en niet gerealiseerde idealen. Bovendien is het buitengewoon moeilijk om aan deze klasse te ontsnappen, zelfs voor de kinderen van de eerste generatie. En dit nu ontwikkelt zich stukje bij beetje tot het kruidvat van Nederland. Of je moet het toelichten, of je hebt de loze kreet die je in bepaalde kringen wil laten vallen. En dat kruidvat bewijst dan eens dat het een kruidvat is. En als hij zegt, ik ben tegen een tweedeling in de maatschappij, tegen werkloosheid, tegen armoede, ja, wie niet? Maar om zomaar iets te roepen als wetenschapper, dat gaat mij te ver. Als een hedendaagse kruisridder trekt Fortuyn ten strijde tegen wat hij noemt de islamisering van de Nederlandse cultuur. Uitgangspunt voor hem is de scheiding tussen kerk en staat. In Nederland een groot goed. Maar, zo beweert Fortuyn, in Nederland stellen grote groepen moslims de eigen religieuze regels boven de Nederlandse grondwet. Een volgend mikpunt zijn het hoofddoekje en de kleding van moslimvrouwen. Volgens Fortuyn een uiting van onderdrukking door hun echtgenoten. In de wijk Feyenoord, waar ik woon, kan men dergelijke vrouwen als schichten over de straat zien schieten. Contact wordt gemeden, zeker met mannen. Zelfs oogcontact is niet mogelijk. En het geeft een nare sfeer aan het straatbeeld. Hoezeer ook in ieder vrij is en behoort te zijn in het al dan niet aankijken van passanten, het geeft toch een uitermate vervreemde sfeer als oogcontact stelselmatig wordt gemeden. De islam zegt dat de vrouw zich fatsoenlijk moet gedragen. Wat dat inhoudt, dat interpreteert ieder voor zich. En als een vrouw dat interpreteert door het dragen van een hoofddoek en lange jurken, dan is dat haar eigen wil en dat moet kunnen. Deze vrouwen blijven daardoor steken in een sociaal isolement. In elk geval ten opzichte van mannen in het algemeen en ten opzichte van mannen van oorspronkelijke Nederlandse afkomst in het bijzonder. Er werken hier op het stadhuis en in de Tweede en Eerste Kamer werken ook vrouwen met hoofddoekjes. Daar is toch niks mis mee? Dat is hun cultuur. En om dan te suggereren dat het een nare sfeer geeft, hoezo? Nermin Öztürk is van Turkse afkomst, 24 jaar en vierdejaars studenten bedrijfskunde aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit. Lees je ook van deze naar die kant. Hè? Even andersom. Ja, even andersom. Oh, ja, ja, ja. Ook tijdens de ontmoeting met Fortuyn in de bibliotheek van een Turkse moskee bestrijdt ze zijn opvattingen. En als men
u niet wil aankijken, dan moet dat gewoon kunnen. En ik vind dus dat die eigen keuze dus volstrekt vrijwillig moet zijn. Dus dan moet je ook de andere mogelijkheden kennen. Die vrouwen kennen de andere mogelijkheden gewoon niet. Hoe weet u dat? Hey, hoeveel vrouwen heeft u gesproken? Ik hoef ze niet te spreken. Nee, dat is dus een vooroordeel. Nee, absoluut niet. Nee. Er zijn zat vrouwen, ook mijn moeder, die gewoon, zij heeft een hoofddoek om. Ja. En zij loopt ook op straat en als de buurman haar groet, groet ze net zo hard terug. Nou, Pim Fortuyn woont in Feyenoord. Een oude wijk in Rotterdam-Zuid met 70.000 inwoners, waarvan 30.000 migranten. En de problemen zijn ernaar, aldus de ex-hoogleraar. De wijk bestaat voornamelijk van de statelijke Caritas. Uitkeringen in alle soorten en maten, sociale woningbouw, een overmaat aan huursubsidie, een buitensporige consumptie van gezondheidszorg, verloedering van de openbare ruimte, grote en kleine criminaliteit, een buitenproportioneel aandeel in de bevolking van gevangenissen en opvoedingsgestichten, een levendig grijs en zwart circuit, slecht onderwijs op voornamelijk zwarte scholen. Alsof dat allemaal tot islamisering leidt. Nou, op zwarte scholen zitten niet alleen islamleerlingen, maar bovendien we weten dat een heel aantal van die zwarte scholen het voortreffelijk doen. En dat is ook weer zo'n suggestie van, dat is een brandhaard van criminaliteit en weet ik wat allemaal. Onzin. Over islamitisch fundamentalisme doet Fortuyn ook een duit in het zakje. Fundamentalisme dat, zo suggereert hij, in Nederland her en der in moskeeën de kop opsteekt. Pakken we de problemen in de achterstandswijken niet met kracht aan, dan worden deze buurten niet alleen de ideale kweekvijver voor criminaliteit in alle soorten en maten, maar zullen zij ook de bakermat zijn voor fundamentalistische bewegingen. Wat er in al die moskeeën gebeurt, weten we niet precies, maar er wordt zeker niet alleen gebeden. Wat er achter de moskeeën gebeurt, weet ik niet. Dan vraag ik me af, waarom weet je het niet? Waarom heb je er geen onderzoek naar verricht? Als je dat wel had gedaan, had je het misschien wel geweten. Had je misschien een andere conclusie gehad. Ik druk me heel voorzichtig uit, omdat ik vind dat je dan met keiharde bewijzen moet komen. Maar moet je niet eerst bewijzen of sterke aanwijzingen hebben voordat je dat soort uitlaten doet? Natuurlijk, ik doe ze ook niet voor niks. Er zijn imams, ja, hoe moet ik ze hard maken? Ik zou zeggen, gaat u naar de moskee, toen moet u wel een tolk meenemen. Dat is het probleem. Moskeeën hebben natuurlijk een hele grote sociale functie. We weten heel goed dat je hier in Nederland een scheiding tussen kerk en staat hebt. Proberen ook helemaal niet dat omver te werpen. Maar overleggen ook met gemeentebesturen over het beleid. Bijvoorbeeld ten aanzien van jongeren. De oude stadswijken met grote concentraties migranten zijn een kruidvat, zegt Fortuyn. En er kan er geen één meer bij, zo gaat hij verder. Fortuyn wil een immigratiestop. Nederland is vol, zo vindt menig liefhebber van de natuur en van een goed milieu. Het is zaak de toestroom van buiten strikt te reguleren en er met name voor te zorgen mensen die in eerste instantie geen bijdrage kunnen leveren tot de verdere economische en maatschappelijke ontwikkeling van ons land te weren. Een hard standpunt, ingegeven uit zelfbehoud. Maar dan meldt zich op Schiphol een vrouw, een moeder met 3 kinderen. Ja. Haar man is in Soedan vermoord door de daar heersende junta. Ja. Dan zegt u, terug mevrouw? Ja, linea recta retour. Ja, dat hoeft voor mij niet naar Soedan, maar wel naar een buurland. En dan maar moet die natuurlijk buurland is ook geen opvang. Ja, nou, dan zullen we die opvang daar moeten creëren, maar het is maar niet... die opvang is er nu niet en u stuurt nu de mensen terug. Ja, dat is hard, maar dat moet dan maar. Dat en dat moet in Europees verband gebeuren. Jazeker is het inhumaan, maar er gebeuren heel veel inhumane dingen in de wereld. En daar wilt u er nog wel één aan toevoegen? Daar wil ik niet één aan toevoegen. Ik wil voorkomen dat we hier inhumane dingen gaan zien. Het is gevoelens fressen voor mensen die een bepaalde kant op willen met de Nederlandse samenleving. En dan bedoel ik extreemrechtse kant. Dus in die zin vind ik het gevaarlijk, maar ik vind het eigenlijk zo slecht en zo niet onderbouwd, dat je ook weer kan zeggen, gooi het in de prullenmand, er gebeurt niks mee.